Jules en César schokten door de weide. Een felle wind zwiepte de regen in hun gezichten. Aangezien Nero en Titus niet van regen hielden, stonden ze in de stal te wachten op hun baasjes. De ezel keek zijn baasje aan. Nero, ben je braaf geweest? Vroeg Jules. Gadver, Titus, heb jij in de stal gepiest? Riep César. Hij staarde naar de natte vloer en zei: of zou het Nero geweest zijn? Ja, het was Nero. Hè? Nero is een stouterik. Jij niet, hè, lieve Titus? Jules schudde het hoofd. Dat deed zijn broer nu elke keer. Jules knuffelde Nero. Het dier hield ervan om over zijn buik gewreven te worden. Vooral de navel was een geliefkoosd plekje. Zeg Jules, we moeten nog stront scheppen, maat. Hier is jouw emmer en je schop. We doen elke helft, hè? Jules knikte en ging door met knuffelen. Nero liet het zich wel gevallen. Toen César terugkwam, was hij helemaal nat. Zeg, ben je nu nog altijd bezig met knuffelen? Straks is het donker en kun je op de tast de stront gaan zoeken. Jules wreef over de billen van Nero. César, ik ga een mooi kei boek over ezels schrijven. Jules, het is kei mooi en niet mooi kei. Dat weet ik. Maar ik ga echt een heel mooi kei boek schrijven, César. Ha, leer dan maar eens eerst schrijven, lachte César. Niet leuk, zei Jules. Grapje. Een boek over ezels dus. En welke titel ga je dat boek geven? Jules schudde het hoofd. Ah, ik weet een goede titel voor je boek, broer. Ik zou het Jules noemen. Schurk. Grapje, broer. Grapje. Ik vind het niet leuk, mokte Jules. Ik doe mijn best op school, maar het lukt niet zo goed. Ik ben niet zo slim als jij. César slikte. Ik maakte maar een grapje. Dat weet je toch wel. Hoe Jules ook zijn best deed op school, het ging allemaal moeizaam, ook al ging hij nu naar een speciale school. Jules pakte zijn emmer en schop en liep naar buiten. De regen in.